kan je met haar praten. Maar de halve camping is hier net wakker. Want dat... Het is al... 9:30. Maar hij is later in bed dan nog een wat, maar dan niet. Ik ga geen croissantje meer halen, want die kinderen die zijn, hebben een croissantje overload. Die eten ze toch niet meer op. Dus eindig de vakantie kan nog geen croissantje meer zien, jongens, hier in Frankrijk. Stokbroodje halen, zo meteen eens even inpakken. En dan gaan we denk ik even lekker aan het zwembad liggen nog. Einde van de dag wat verder inpakken. Eten, op tijd naar bed. En dan morgenochtend vroeg weer jullie kant op. Dubbel, ik heb er zin in. Toch ook weer niet. Je leeft hier toch in een bepaalde vibe. Lekker laat naar bed, wat later opstaan. Geen wekkers, dat soort dingen. Alles is gemoedelijk, iedereen is vriendelijk. En thuis is het natuurlijk weer je alledaagse ding. Hier loop je ook 100 dagen lang in hetzelfde. Even uithangen en ach, kan nog wel een keer, joh. Boeit het. Maar dat is natuurlijk ook omdat je weet dat je hier maar 2 weken bent. Nog niet eens. We zijn hier 10 of 11 dagen maar geweest. Thuis hebben we ook nog vakantie. Misschien dat ik thuis ook nog een paar vlogjes maak. Als ik het leuk vind of niet. Leuk, duimpje omhoog. Niet leuk, duimpje naar beneden. Goed, nu eerst een duimbroodje maken. De reacties van de vlog van gisteren zijn nog niet helemaal binnen. Wel al een aantal. Maar we houden jullie natuurlijk op de hoogte wie de winnaar gaat worden. Dus dat horen jullie vanzelf. Ik weet niet of ik jullie al mee ga nemen, maar hier is het centrale gedeelte. En dan is hier het winkeltje. Ik wil gewoon eventjes een yoghurtje mee. Ja, het is klein, maar fijn. Dus we gaan eens eventjes de benodigde spullen meenemen. Bijna huilen, jongens. Nee. Alles mag weer. In de purse. Back home. Yes, yes. We gaan alles inpakken. Ja, dat. We hebben net ontbeten. Het is 10 voor 11. Jezus, van tering. Het is niet allemaal zonder dat hier die ligt. Daar ligt lingerie. Mijn bikini, mijn sportkleding. We hebben zelfs truien mee. Wat is hier voor gek ding? We hebben zelfs truien mee. En ja, we gaan inpakken. Niet zo. En zoveel mogelijk alvast klaarleggen. En dan gaan we zwemmen. We gaan nog even ontspannen. Even genieten van het mooie weer. En in ieder geval zoveel mogelijk alvast gedaan hebben. Dat we vanavond nog maar een klein beetje hoeven te doen. Want dat scheelt lekker. En dat geeft ook minder stress. Ik hoor ze nu al zeggen, dat van oh, waar komt dat shirtje vandaan? Dat doen ze ook altijd in de vlog. Oh, ja. Ja, nou deze van Sarah. Dat is echt heel leuk. Ja, boeien. Jongens, tot straks. Meestal is gedaan, jongens. Laatste tassen. Ik heb wel zien wie de buitendienst had. Zeik, nat. Frank heeft de auto ook weer deels vol. Laatste stukjes vanavond. Er staan nog een paar dingetjes morgenochtend vroeg. Ik weet nog niet hoe laat we gaan rijden. Moeten we nog een tussenstop zoeken. Mensen zitten nu in. We gaan naar het zwembad. Het is 11:45. Dus nou, 10 uur begonnen. 2 uurtjes. Begin je. En dan? Het is 2 uur. En dan? Ja, nee, zwemmen. Laat ze etenzooi opeten, weggooien, meenemen, dat soort dingen. Laat ik eens zwemmen, jongens. Zoek niet, Sarah, moet nog. Laatste shot aan het zwembad, jongens. Laatste vitamine D hier opdoen in Zuid-Frankrijk. Met mijn meisje. Hallo. Mannen zijn echt naar huis. Wij liggen hier nog heel even te chillen. Het is 2 uur.
Net lekker een ijsje gegeten. En eens even kijken hoe lang we het nog volhouden. Vanavond misschien eventjes een rondje camping lopen om wat even het laatste filmpje te maken voor onze vlog. Dat is ook wel leuk voor de mensen die naar deze camping willen komen, ja of nee. Ik vind zelf ook altijd leuk om te kijken als we bijna op vakantie gaan. Of dat er mensen eerder zijn geweest, ja of nee, en wat ze ervan vonden. Dus ik ga even eventjes opstellen. Dus tot zover. Jongens. Het is stil op de achterbank. En mij er natuurlijk. Wij zijn naar huis, we hebben de kinderen daar gelaten. Wij, nee, die gaan natuurlijk mee. Even naar de Lidl. Even wat boodschappen halen we onderweg. We komen net uit het zwembad. Het is ondertussen bijna 4:15. Eetscore voor vanavond. Wordt even wat lekker makkelijks. Gebak eitje, broodje, dat soort zooi. En dan de boel verder opruimen. En toen... Gietjes erop maken. Oh ja, zit er ook nog op. Ik zou zeggen, misschien kunnen we nog een rondje fietsen, maar... Ja, dat kan. We zitten 4 glazen. We zien het wel. In ieder geval, het meeste zit al in de koffer. En we zitten nu in de... campinggear, wat, nou ja. Camping life, hè jongens. Herhaling. Maakt helemaal niet uit. Voordeel wel is dat het meeste wat in de tas zit, kan thuis gewoon zo weer de kast in. Dus dat is altijd weer fijn. Je neemt altijd meer mee dan je nodig hebt. Maar dat heeft iedereen, denk ik, zolang je wat te kiezen hebt. Vaak loop je toch in hetzelfde. Dus nu eerst naar de Lidl. Wat gaan we doen? Naar de markt. Naar de markt. Markt. Naar die 5 kramen hier op de camping. Maar ook even lekker nog ons laatste ijsje halen hier op de camping. Heel veel kramen. Want wat gaat Sime even weer pijn lijden natuurlijk, hè? Wat gaat er gebeuren? Een tattoo. Gaan we eens even kijken of we weer die tattoo kunnen zetten. Nee, een andere. Oh, een andere. Want hij is een beetje vervaagd. Wat? Hij is helemaal weg. Nee. Hey. Helemaal voetsie is die. Voetsie. Hey. Ons laatste campingreisje. Hey, onze laatste wandeling. Op de camping, morgenochtend. Zijn wij voetsie? Ja. En Sim? Gaan we lekker weer naar huis? Wat krijgen we als we thuis zijn? PlayStation. Ja, die staat op jou te wachten. Maar wat krijgen we voor iets voor liefs? Wat gaan we kopen? Oh ja, Bumpy. Een nieuwe Bumpy. Een nieuwe Bumpy. Hoe gingen we hem ook alweer noemen? Dat weet ik niet. Pokey. Pokey. We moeten eventjes een lief uitzoeken. Maar dat is na de vakantie thuis. We moeten even kijken... in de hand houden en ik wilde dat hij bijt. Ja, dus er wacht in ieder geval nog iets. Dat was onze allereerste. Iets leuks op ons te wachten. Nu ijsje halen en op de markt kijken. Nou, laat eens even zien, Siem. Welke tattoo hebben we? Siem, laat eens kijken. Nee, dat zit niet. Siem heeft hem hoor. Jo, en Brechtje heb er ook één. Kijk eens even. Ijsjes, dingen. Hé, ik ook. Proost jongens. IJs. Bubble tea. IJs. Bubble D. Bubble D. Maar het blauwe vind ik niet lekker. Nee? Nou, ik heb een... ja, dat is dat. Dat ook. Dus voor mij heb alleen die kleurtjes. Dan gaan ze weer lekker weer pesten. Oeh, daar ben ik goed in. Even de auto vol volduwen. En dan gaan we lekker een spelletje doen. En dan gaan we vanavond tijd naar bed. Want morgen willen we om 6:00 vol gas naar huis. Kijken waar het ons brengt. En waar we moeten stoppen of niet. Misschien in 1 keer, misschien niet. We'll see. Huisje bijna leeg. Keuken. Dus goed als netjes jongens, alles staat weer gewassen en wel in de kast. Het is ook echt, je bent allemaal, de kastjes zijn allemaal leeg. Ja, allemaal leeg. Het vaat was weer draaid, dus dat kunnen we morgenochtend terugzetten waar het nog hoort. Dit allemaal weer netjes, wat in de koelkast staat moet nog mee. Kinderkamers zijn netjes. Deze moet dus nog... Ja, dit moet er allemaal ergens mee. In een van deze. Maar voor de rest jongens, alles is weer helemaal, de badkamer hebben we zelfs ook helemaal weer netjes. Morgen nog even douchen, laatste dingetjes gebruiken. En dan zijn wij... Kijk, weer buitendienst. Ja, ik zal de auto even laten zien. Alles staat er weer op. Het verandaatje is ook alweer... Bijna waar. ...in de staat.
Dan waren we hem aantroffen. We gaan zo nog even een bordje pesten. Dat is een leuke afsluiter. En dan kunnen jullie ook zien dat een hele handel en wandel zit er alweer op. Klaar voor vertrek. We willen niet. Maar we gaan wel terug naar onze wereld. Dit is een leuke ontspannen wereld, maar onze wereld thuis is ook fijn, leuk, familie, liefjes, vrienden. Iets minder ontspannen. Maakt niet uit. Trekken we wel weer bij. Hopelijk is het weer in Nederland ook nog zoals wij thuis komen. Want hier is het toch wel echt verdomd lekker hoor, jongens. Dus we gingen vanmiddag naar de Lidl, hè. Het was echt alsof de kachel... Kijk eens even. Ja. Alsof de kachel eventjes zo in je gezicht werd geblazen. Waarom niet hieten? Maar goed, we gaan een spelletje doen. Afsluiten, naar bed. Het is nu 8 uur. We gaan denk ik om 10 uur gewoon naar bed. Dus ik sluit hem bij deze ook vast af. Morgenochtend om 6 uur zie je ons weer. Bright and shiny. Op weg naar huis. Doei.